1 jaar geleden ben ik dus 60 geworden. Alhoewel het een nieuwe tram of voordeur is, is er toen geen feest geweest. De geest van corona was nog niet helemaal verdwenen. De beslissing om mijn werkgever te verlaten was al genomen. Het eerste wat moest geregeld worden is een auto. Door de afschuwelijk lange levertermijnen was ik in april al aan het zoeken en kiezen. In de maand mei heb ik dan een handtekening onder de bestelbon gezet, met een geplande levering op 1 januari. Dit jaar was er uitzonderlijk gedurende 3 opeenvolgende weekends het Tomorrowland Festival. Ik heb daarom gekozen voor 2 bijna aaneensluitende vakanties. Eerst met de auto naar Willingen in Sauerland, Duitsland. Dat is een mooi wandelgebied. En na het valies uitpakken en valies terug opnieuw inpakken, met het vliegtuig naar IJsland, om daar met een kleine groep het noordwesten te verkennen. In oktober ben ik per trein voor een midweek naar Amsterdam geweest. De aanleiding was een uitvoering van het Requiem van Mozart. Ik heb er dan nog enkele klassiekers aan toegevoegd, zoals het Anne Frankhuis en het Rijksmuseum. Voor beide moest je vooraf reserveren. Voor de rondvaart door de grachten moest je niet reserveren. Nog een van de grote gebeurtenissen vorig jaar gebeurde eind oktober. Toen is mijn moeder overleden. Het was niet helemaal onverwacht. Ze had al een diagnose van kanker gekregen met een prognose van een paar maanden tot maximum een jaar. Maar dan is het op laatst ook snel achteruit gegaan. Ik had ze de vorige week nog bezocht en toen zat er al niet veel energie meer in. Ik was in dat weekend dat het gebeurde niet thuis. Mijn vader was al 5 jaar daarvoor overleden. Het regelen van de begrafenis gaat toch wat anders dan bij het overlijden van mijn vader. Deze keer komen we samen bij de begrafenisondernemer in Oud-Turnhout. We plannen de dienst op zaterdag, in de kerk, en na de crematie. Na het bijzetten van de urne zien we de familie nog eens. Er zijn nog heel wat onkels en tantes, maar de groep wordt toch snel kleiner. De connectie met het ouderlijk huis is dus helemaal weg. Dus ik ben dus nu de oudste van de familietak, met nog 1 broer, 1 zus. Vorig jaar in december is er nog iets speciaals gebeurd dat voor mij al heel lang geleden was. Ik heb voor het eerst opnieuw een eigen auto in ontvangst mogen nemen. Want ik heb jarenlang met een firmawagen mogen rijden. Op 23 december is de omruiling van de auto's gepland. Ik rijd met mijn ALD-wagen naar Assen voor een volledige inspectie. Dan word ik door een vriend opgepikt om naar de garage voor mijn nieuwe auto te rijden. Daar krijg ik de nodige uitleg van de garagist, zodat ik zonder problemen kan vertrekken. Het is even wennen aan de automatische versnellingen. We proberen nu ook de kilometers wat te beperken, want deze benzine verbruikt toch maar 7 liter, moet ik toch wel zeggen. Een nieuw kalenderjaar, een nieuwe werkgever. Maar dat is vooral administratief. Want ik blijf op dezelfde plaats dezelfde dingen doen. Dus de spannende zaken zijn vooral het aantal vakantiedagen waar ik recht op heb en de verrassing van het netto salaris. In het noorden van Australië is er de tropische cycloon Ellie gepasseerd. Hierdoor moesten de reisplannen in Australië ingekort worden, omdat de weg van Broome naar Darwin totaal vernietigd was. De volledige groep zal dus samen naar huis vliegen. In maart organiseert Urania een uitstapje voor de medewerkers. We kregen een geleide rondleiding door het schoonverliep van het stadhuis van Antwerpen. Na de renovatie zag het er schitterend uit. Spijtig genoeg hoorde ik achteraf pas dat er eigenlijk niet gefilmd mocht worden. Vanaf 11 april zit ik in Australië. We hopen op mooi weer tijdens de zonsverduistering. Het is een hybride zonsverduistering. Op onze locatie zal ze totaal zijn, maar van korte duur. De primeur is voor mij dat ik mijn verjaardag in het buitenland vier.